zitten? Ja. Het is 5:00. Radio Nederland Wereldomroep. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en serviceinformatie. Dit is Nieuwslijn. En u bent van harte welkom bij de allerlaatste Nieuwslijn bij de Wereldomroep. En dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuws. In Syrië zijn 2 zeer bloedige aanslagen gepleegd, waarbij zeker 55 doden zijn gevallen. De financiële misère bij woningbouwvereniging Vestia zorgen voor grote problemen bij het opknappen van de slechte wijken in Den Haag. En de Nederlandse afdeling van de Wereldomroep maakt zich op voor de laatste uren. Met de marathonuitzending van 24 uur is het na morgenavond afgelopen. Nieuwslijn van de Wereldomroep. Henk Sjoerd Oosterhof. De Syrische hoofdstad Damascus is opgeschrikt door 2 bomaanslagen. Het was een van de zwaarste aanslagen van de laatste tijd in Syrië. Waar al 14 maanden een opstand gaande is tegen het regime van president Al-Assad. Hoe is het? Contact met NOS-collega Sander van Hoorn, correspondent in de regio. Dag Sander. Dag. En natuurlijk ook een van de vele oud-medewerkers van de Wereldomroep. Sander, is al duidelijk wie er achter die aanslagen zit in Syrië? Nee, je kunt je hooguit afvragen wie dit voor elkaar zou kunnen krijgen. Want in die 14 maanden dat er nu gevochten wordt in Syrië, hebben we zoiets groots nog nooit gezien. 2 grote, diepe kraters zitten er in het asfalt van een snelweg in een buitenwijk van Damascus. Verwrongen autovrakken, meer dan 50 doden. Het is echt iets wat we in die 14 maanden nog niet gezien hebben. En dan lijkt het toch onwaarschijnlijk dat de Syrische oppositie daartoe in staat is. Het Syrische leger zou dat wel kunnen zijn, maar je kunt je afvragen wat Syrië voor een belang heeft om dit te doen. En ja, dan komen sommige commentatoren komen terecht in de hoek van Al-Qaeda zou kunnen zitten, maar de aanslag als zodanig is nog niet opgeëist. Nee, want je kunt je inderdaad afvragen, wat is de reden erachter? Is er iets dat ze willen bereiken? Is er een groot belang wat gediend wordt met zulke aanslagen? Nou ja, wat je ziet is dat over en weer oppositie en regering elkaar de schuld geven. En de regering zegt over de oppositie dat is een groep terroristen. En ja, dit is waartoe ze in staat zijn. Het omgekeerde zegt de oppositie over de Syrische regering. Die zegt, ze spelen een heel cynisch spel en zaaien dood en verderf. En ze deinen ze voor niks terug. En dus ook niet voor het vermoorden van hun eigen mensen. Beide zou je zeggen, zouden er geen belang bij hebben. Maar wat je wel vast moet stellen is dat Damascus steeds minder veilig wordt. Daar waar de gevechten toch altijd in die steden als Homs, Idlib, Hama, Dera in het zuiden van Syrië plaatsvinden, is dit toch wel een hele grote aanslag in Damascus. En in de spits, in de ochtend is het gebeurd. En dat draagt dus wel bij aan het gevoel van onzekerheid van de inwoners van Damascus. En als dat het doel is geweest van de aanslag, dan is dat doel in elk geval geslaagd. Ja. Wat betekent het nou voor de aanwezigheid van de VN-waarnemers? Hebben die iets uit kunnen lichten?